Donderdagavond rond 11 uur is er een grote brand uitgebroken in een grote loods aan de Houtbroekstraat in Someren. In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen. Eén daarvan is in brand gevlogen. De loods is compleet afgebrand. De brandweer had door inzet van groot materiaal de brand snel onder controle. Rond 1 uur was de brand onder controle. Grote rookpluimen trokken over het gebied bij de loods. Op ongeveer 100 meter afstand bevindt zich een pluimveebedrijf. Voor zover bekend is dat bedrijf ongeschonden gebleven. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.